Hoi, ik heb weer een shoplog voor jullie. Ik heb morgen en donderdag examen, woensdag en donderdag deze week. Dus ik moest shoppen. Ik moet nog twee looks maken, dus ik moet allemaal kleding en zo kopen. Ik voel me dan echt naar zo'n stylist. Ik loop te winkelen, maar eigenlijk niet voor mezelf. Echt heel dom. Dus winkel in winkel uit om het goede te vinden. Dat is gelukkig gelukt, maar ik heb dus alles in de maat van het model gekocht. En nou heeft het model afgezegd. Dus nu moet ik een nieuwe vinden die dezelfde maat heeft. En ik hoop dat het lukt, anders zak ik gewoon. En dat is echt leem. En voordat jullie denken, heb je een nieuwe kamer? Nee, dit is zeg maar de oude kamer van mijn broer. En ja, er staan hier nog allemaal dozen. Er staan echt overal dozen. En die moet ik echt allemaal uitpakken. Maar het is best wel moeilijk. Het is natuurlijk allemaal spullen van mijn broer ook. En ja, hier is wat een bureautje gemaakt. En hier is allemaal kasten. Vind ik zelf echt hele toffe kasten van de IKEA. Dus hier valt iets meer licht naar binnen. Het is natuurlijk al laat, het wordt een beetje donker. Dus het is nog steeds een beetje te donker voor een filmpje. Vooral deze kant van mijn gezicht. Maar hier is net wat lichter, dus daarom doe ik het even hier. Bij de Kruidvat heb ik een vel gekocht. Zo'n alle kanten, polijsten, glanzen en al die strappen, weet je wel, zo'n vel. Voor Garnier product was 1 plus 1 gratis. Dus op zich vind ik het al de hele fijne producten. Dus een oogreinigingslotion. Met ja, een soort druivenwater staat erop. Dus ben ik wel benieuwd naar. En een reinigingsgel verdrijft onzuiverheden uit de poriën. Dus ja, ik heb nogal anti-mee-eters. Ik heb nogal wat op mijn neus dat er echt. Dat mijn neus gewoon echt van die poriën heeft. Weet je, dat vind ik zo. En mijn vriend heeft het ook heel erg. Dus ik dacht, dat moet ik proberen. Bij een H&M zag ik nagellakjes. Hier, 4. Zo in. Ik weet niet hoeveel licht er nu valt. Maar 4 nagellakjes voor 2,90 €. Dus dat is wel echt cheap. Het is gewoon echt super leuk. Kleurtje van de zomer. Ik weet niet of ze goed zijn en zo, maar voor dat geld. En dit is meer shimmer kleurtjes. Glans, glitter. Nee, geen glitter. Is wel mooi. Ben ik wel benieuwd naar. Blijf niet liggen. Bij de H&M heb ik een zwart topje gekocht. Simpel met spaghetti bandjes voor onderkleding en zo. Die was 4,95 €. En een soort jurkje, tuniekje. Ik ben ja, de laatste tijd wel bezig om wat meer losvallende kleding te kopen. En ook wat, ja, wat ook een legging en zo eronder kan doen. Want dat staat toch wat mooier. Het zit ook gewoon lekkerder. Dus deze. Ik weet niet of die, ik denk dat die net lang genoeg is als jurk. Ik vind hem heel erg leuk met die bloemen. Bloemen zijn natuurlijk helemaal in, maar het zijn meestal van die vintage, vaal, roze bloemen. Weet je wel, een beetje van die vintage kleuren. En die vind ik een beetje saai. Ik vind deze heel vrolijk. Leuk. En die was 14,95 €. En een shirtje die ik elke keer tegenkom, die vond ik echt heel erg leuk. Met cupcakes. Vind ik echt heel leuk. Cute. En die was 9,95 €. Dat is een korte maar leuke shoplog. Bedankt voor het kijken. Doei doei.